5 minuten nog voor de koers en dan gaat mevrouw Bleker, de burgemeester van deze prachtige gemeente, gaat jullie wegschieten. Wou u nog iets tegen de coureurs zeggen? Dat wilde ik wel. Ik wil ze te beginnen allemaal een hele sportieve wedstrijd toewensen. Veel sterkte met de warmte en een hele fijne middag. Ja, heel veel succes allemaal. Hou je fietsen. Oké, we zijn vertrokken. Ik heb een tikkel. Helaas geen andere wielen bij me. Daar heb je niet op gerekend? Nee. Normaal gesproken heb ik altijd wielen bij me, maar vandaag niet. Wat ga je nu verder van de rest van de dag doen? Binnen huis en naar strand. Naast me staat mevrouw Bleker, de burgemeester van de gemeente Waterland. U heeft zojuist de stadsrond gegeven. Dat was een enorme knal, mevrouw Bleker. Vertel u dus, geeft u goed af? Ja, ik heb de trekker flink overgehaald. Ja. Het moet duidelijk zijn voor alle renners wanneer ze kunnen starten. Het is 13 jaar geleden dat de wielerronde hier heeft plaatsgevonden. Is het uw eerste ronde? Voor mij is het wel de eerste wielerronde waarvan ik het startschot mag geven. En zoals u al zegt, 13 jaar, ja, dat is voor mijn ambtsperiode. Dat klopt. Ja, want op het sportgebied bent u toch regelmatig ook aanwezig, hè? Mocht er een spektakel zijn in het Waterland. Nou, ik hou van sport. Ik vind sport belangrijk. Dus wat dat betreft, als ze dan vragen of ik erbij wil zijn, dan doe ik dat met heel veel plezier. En als ik even een gaatje in mijn agenda zie, dan ben ik erbij. Ja. En de prijsuitreiking van vandaag, bent u daar ook aanwezig? Nee, daar ben ik niet bij aanwezig. Het was alleen de bedoeling dat ik het startsein zou geven. Ja. Die kopgroep het peloton gaat dubbelen, want ik zie daar een groepje aankomen, ik zie de motor aankomen en zo gaan ze in de rug kijken. Proefsierpunt, Marjolein, SG Meij, Rotterdijk-Inkomen, Jules Heersma, interieur en stoffering, Nog meer. Marijke Siebes, de rondemis van de wielerronde in Morgendam. Marijke, hoe kom jij als rondemis? Ik ben gevraagd door Egwin Dijkstra. En ben je goed op de hoogte wat wielrennen betreft? Ja, ik doe het zelf ook. Dus ik weet wel wat aardig van, maar ja. En heb je al wat bereikt ook met de wielrennerij? Ik heb best wel veel gewonnen, ja. Maar nu is het echt iets minder. En met veel enthousiasme ga je de prijzen uitdelen en de bekers. We worden even op patent gemaakt dat dit. Het is wel bezweten lichaam natuurlijk van de heren, maar daar kijk je doorheen. Hè? Nee, dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik bedoel, het betekent dat ze hard gefietst hebben, dus ze hebben een bus gedaan. Oké, Marijke, bedankt. Okay. Succes verder. Naast mij, Kees Spanjaard. Ja, ik ben voorzitter van de evenementencommissie Monnikendam, wat straks Waterland gaan heten. En mijn functie als voorzitter is natuurlijk dat ik een groep mensen bij elkaar heb die allerlei sportactiviteiten, waar dit een van is, organiseren in het Monnikendamse, maar het liefst in heel Waterland. Ik heb begrepen dat het een aantal jaar geleden is, dat de laatste wielerronde is. Ja, de laatste wielerronde dateert van ongeveer 13 jaar terug. En we hebben hem weer opgepikt omdat het toch een spektakel is en een voorbeeldfunctie is voor hopelijk veel sportminded mensen in Monnikendam. Dankjewel. Alleen gefeliciteerd met je geweldige overwinning. Ja, dankjewel. Je staat goed in de koers, hè, vandaag. Ziet er lekker fris uit ook. Ja, het gaat op het moment heel lekker. En als je vorm hebt, heb je wel pijn, maar dat is heel gezonde pijn. Dus het is wel een heel lekker gevoel. Ja, in het begin van de wedstrijd werd de koers dus gemaakt door een ploegmaatje van me. Dus ja, toen hoefde ik niet zoveel te doen. Dus toen kon ik lekker kon ik lekker mee fietsen. En ja, dan wordt de rest wordt toch wel gesloopt. En dat is alleen maar een heel lekker gevoel. Ja, wanneer is de volgende wedstrijd weer? Volgende week zaterdag. Dus even een weekje een beetje trainen en dan volgende week zaterdag. Je bent wel helemaal lekker terug in de top, hè? Ja, het gaat. Een paar jaar eventjes of een jaartje eruit geweest? Nee, wel bijna 3 jaar eruit geweest. Maar nu gaat het hartstikke lekker en ik heb hartstikke veel plezier in. Dus dat is ook heel belangrijk. Ja, prima. Nogmaals gefeliciteerd. Oké, dankjewel. Ik ben er heel erg in. Okay.